Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Het is weer tijd voor een nieuwe Q&A Tuesday. Ik zit hier weer met Noor, want het ging zo lekker volgende week. Dus laten we snel beginnen. Vorige week. Exact, vorige week, dat bedoelde ik. Ja, was gezellig. Iedereen vond het leuk dat jij erbij was. Zeker. Leuke reacties van iedereen. Dat is goed. Dus we hebben gewoon gedacht, we zetten Noor weer neer. En kijken of hij weer zo kan schitteren als vorige week. En we hebben ook de paaseitjes vast, hè? Dus nog anderhalve maand te Pasen. Een beetje overdreven dan, om ja, paaseitjes te hebben. Je kan er maar beter vroeg bij zijn, klopt. Toch? Ik hoop dat ze goed blijven. Exact. Vragen dan. Grand Theft Auto, is de HP TouchSmart een goede gamecomputer? Valt tegen. Ja. Je kan er wel een beetje op gamen, vooral casual games en de indie games en zo. Dat kan op zich wel. Ja. Maar voor Crysis 3 of zo zou ik deze niet aanschaffen. Oké. Het is gewoon, het is echt gewoon meer voor Angry Birds. Ja, zeker. En de nieuwere games, die kan hij wel op lagere settings aan, maar... Ja, het is geen... Precies, het is niet heel handig. Maar het is wel met touch, dus het is wel relaxed. Ja, denk ik, voor als je op de bank zit of zo. Klopt. Voor bijvoorbeeld Angry Birds, inderdaad. Dan een hele andere vraag. Hij wil weten of er ook stripclubs in SimCity zitten. Vreemde vraag. Ja. Waarom wil je dat weten eigenlijk? Je kan er helemaal niks. Ja. Je bouwt alleen maar een stripclub dan. Wat is het, wat is het voordeel? Ja, misschien kan je gewoon een gebouw aanmaken en die stripclub noemen. Ja, misschien kan dat. Ja, we weten echt totaal niet of er stripclubs in zitten, maar ik denk het niet. En Albert Heijn dan, die is er ook natuurlijk weer bij. Hij heeft niet de bonusaanbieding in overgegeven, maar hij vraagt zich wel af hoe oud jij bent. Hoe oud ben ik? Ik ben 7372 dagen oud. Zo, ga dat eens uitrekenen. Ja. Hoe oud is Noor? Dat is de vraag van deze week. En dan krijg je een paaseitje opgestuurd. Jij gaat hem persoonlijk afleveren. 7372 dagen. Hoeveel jaar oud zal Noor zijn? Oké. Dus waarom wil Albert Heijn dat weten? Hè? Misschien dat hij wil kijken of jij wel bier mag kopen in hun winkel. Oh ja, nou dat mag dus wel. Ja, denk het ook wel. Het zijn veel dagen in ieder geval. Ja. Volgende vraag dan. Tegen welke vijanden vechten jullie liever? De altijd genadeloze Duitsers of de brute en strijdlustige Russen? Ik weet het eigenlijk niet echt. Het zijn ongeveer wel hetzelfde. In de meeste games is het gewoon, je kan altijd gewoon neer. Het maakt niet zo gek vanuit. De ene zegt Roskaf en de ander zegt Scheisse. Duitse taal kan ik nog wel iets beter verstaan. Dus daarom vecht ik liever tegen de Duitsers. Oké. Gewoon ook meer onze aardsvijand. Ja. Russen hebben wij nooit echt zoveel mee gehad. Precies. Goed, de Duitsers dus. De Duitsers. Dark Mover heeft een vraag. Die mag jij voorlezen. Wat wil die allemaal weten? Het domein van warfognosgov.com is pas geregistreerd door Square Enix. Natuurlijk dat je mij dat laat voorlezen. Ja. Betekent dit dat er een nieuwe Legacy of Kain game aankomt? Waarschijnlijk wel. Het is waarschijnlijk wel een hint naar een nieuwe game. Ja. Maar ja, die domeinen die worden meestal jaren van tevoren aangemaakt. Soms is het nog niet zeker dat de game wordt ontwikkeld. Nee. Dus het zou kunnen, maar... Er is in ieder geval niks officieels volgens mij verschenen. Maar blijkbaar dat Warforce Nosgod linkt dan blijkbaar naar een nieuwe... Ja. Legacy of Kain. Ik heb daar niet zoveel verstand van. Ja, dat is volgens mij de speelwereld van Legacy of Kain. Oké. Goed, dat dus. Maar wat Noor al zegt, in principe registreren dat soort bedrijven gewoon heel veel domeinen om zeker te zijn dat ze in ieder geval niet kwijtraken ooit. Precies. Want anders als je dan iemand anders mee heeft, dan moeten ze weet ik te veel geld lappen om het terug te kopen. Ja. Dus dan registreren ze liever. Dark Mover, andere vraag dan. Denken jullie dat de Wii U een beetje wegvalt met de komst van de nieuwe consoles van de Sony en Microsoft? Van Sony en Microsoft. Ja. Ik denk dat het weer hetzelfde verhaaltje wordt als met de Wii. Casual only. Mooi voorgelezen, hoor. Dat heb je heel strak gedaan. Ik weet het niet. Nieuwe consoles van Sony en Microsoft. Ik denk niet dat het casual only is. Ze gaan wel een beetje achter de third party ontwikkelaars aan deze keer. Dat doen ze op zich wel goed. Ja, heel sterk is dat. En ze zijn ook zelf heel erg bezig om nu weer die hardcore doelgroep juist bij die console te betrekken. Zeker. Wat ze bij de Wii totaal niet deden. Hè. Dan was het gewoon, XGN, gaan jullie maar lekker spelen in de speeltuin. Wij doen wel lekker met Veronica, weet ik veel wat allemaal dingen. Maar nu is het ineens weer leuk. We gaan heel erg hardcore gamers aanspreken. Dus ze willen echt de Wii U, die richt zich wel echt op de core gamers ook. Hoor. Het is niet casual only, maar... Of hetzelfde gaat gebeuren als toen met Sony en Microsoft? Ik denk het echt niet. Ik denk dat heel veel games juist nu cross-platform gaan verschijnen. Dus op alle consoles. Ja, maar wie wilt hem dan voor de Wii U als de Microsoft consoles en de
Sony-consoles veel beter zijn. Nou ja, als die Wii U Gamepad bijvoorbeeld iets toevoegen wat die andere consoles niet kunnen toevoegen. Maar weet je nooit. Sony-controller heeft waarschijnlijk ook zo'n touchscreen erop, dus dat zal denk ik wel tegenvallen. Het is even de vraag, hè? Of, goed, het is ook natuurlijk een prijsdingetje. Ja. Hoe duur is de Wii U? Hoe duur zijn die andere consoles? Hoeveel mensen hebben een Wii U? Hij verkoopt sowieso niet zo heel goed. Nee, dat is wel jammer. Vind ik wel jammer, want het is wel echt een goed ding. Oké, ik heb hem nog niet gebruikt. Nee, nog niet gebruikt? Goh, nee. Wat doe je hier dan? Ja, we hebben die heen staan. Er staat er hier gewoon eentje naast je neus een beetje. Dat zal ik dan volgende keer doen. Dan de volgende vraag is aan jou gericht. Waarom is Noor zo awesome? Ja. Heel goede vraag. Waarom ben je zo awesome eigenlijk? Ik dacht vorig jaar, het was kerstavond. Het was 3:00 in de nacht of zo. En ik dacht van, laat ik eens awesome zijn. Ja. En sindsdien ben ik gewoon awesome. Ja, Noor die is gewoon awesome. Daar doe je niks aan. Word je gewoon op een dag veranderd. Dat. Ja. GeForce, wat zijn de beste anime games volgens jullie? Ik heb totaal niks met anime. Ik ook niet. Okay. Is de Tales-serie een anime game? Ja, volgens mij wel. Dat vind ik een tof spel. Vind je wel tof? Ja. Oké. Is Ni no Kuni, is dat anime? Ik denk het wel. Valt ook wel onder anime, toch? Ja. Ik vind het lastig, maar die was in ieder geval vrij goed. Ik heb er gewoon niet zoveel mee. Ik had ook dus niks met Ni no Kuni bijvoorbeeld. Vind ik echt interessant. Als ik een PS3 had, dan had ik hem zeker gehad. Okay. Dus ik wel. Oké. Thanks. Soul Archie dan, wat is jullie mening over de hele goede gedoe rondom de nieuwe Xbox? En dat je hier mogelijk geen tweedehands games op kan spelen. En de overbodige vingerafdrukscanner. Dat is wat heeft hij volgens mij zelf verzonnen. Die is er in ieder geval niet. Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Vingerherkenning, dus vingertracking. Ja. Dus dat kan je vingers ook herkennen. Ja. Er is geen vingerafdruk herkennen. Dat is iets vingerafdruk dat je wil spelen en dat je alleen je vinger jouw vingeren doet. Ja. Of dat je controller vingerafdruk gevoelig is. Dus dat niemand hem kan gebruiken behalve jij. Dat zou cool zijn. Dat zag je niet in James Bond films. Pam, dan doet dat geweer het alleen als je... En anders ontploft hij. Ja, exact. Dat zou heel cool zijn. Dat zou heel cool zijn. Maar wat vinden wij van het gedoe rondom de nieuwe Xbox? Ja, en dus ook de tweedehands games. Het zou heel jammer zijn dat je geen games meer kan uitlenen en zo. Ja. Aan de andere kant, Steam, op Steam kan dat bijvoorbeeld ook niet. Dus het is wel gewoon handig dat je een hele database hebt. Ja, als de games ook wat goedkoper worden daardoor misschien. Ja, ze zouden nu al te rekening mee dat zo'n game wordt doorgegeven of doorverkocht. Dus het aantal verkopen is minder. Maar als je dus meer kan verkopen, kun je ook misschien de prijs wat lager doen. Precies. Dus als dat gebeurt, dan is het denk ik gewoon al een goede ontwikkeling. Zo'n concept moet gewoon zo'n uitgever, zo'n consolemaker, zoals om dat even te noemen. Ja, alle consolemakers. Die moeten daar wel heen. Ja. Dus ik denk dat je er weinig aan kan doen. Ja. Gaan jullie Sony persconferentie op 20 februari, dus dat is woensdag, die is midden in de nacht, om een uurtje of 12 geloof ik, ook live streamen op de site. En als er een livestream beschikbaar komt, komt die ook op XGN. Daar kun je vanuit gaan. Dus die komt wel ergens. En dat wordt dus waarschijnlijk een conferentie waar de PlayStation 4, wordt aangekondigd. Ja. Ja, iedereen gaat er gewoon vanuit dat die wordt aangekondigd. Ja, nu kunnen ze eigenlijk niet meer terug. Ja, precies. Misschien waren ze wel helemaal niet van plan. Maar nu iedereen het gewoon zegt, dan moeten ze op zich wel. Ja, als ze het niet hadden bedacht van tevoren, dan moeten ze nu wel. Want anders dan komen ze daar bijvoorbeeld met nieuwe games voor de PlayStation Go, als ze die nog gaan maken. Dan komt er een rel. Dan komt er een rel. Dan gaat Sony wordt geboycott op dat moment. Dus ze moeten wel een PlayStation 4 laten zien. En er gaat dus ook het gerucht dat Quantic Dream een nieuwe game gaat laten zien. Ik heb ook ergens gevraagd, iemand ook, weten jullie wat over de nieuwe Killzone? Vraagt Drago Lessig. Nou, het is ook een grote kans dat Killzone een launchtitel gaat worden voor de PlayStation 4. De Vita ook en de PlayStation 3, dat er een nieuwe Killzone werd aangekondigd. Dus het zou zomaar weer kunnen gebeuren. Grote kans, we verwachten ook weer misschien wel een nieuw Gran Turismo. Zou cool zijn natuurlijk. Ja. Ze komen natuurlijk met een aantal gewoon grote franchises die ze voor de lancering gaan aankondigen. Dat verwacht ik woensdag. Ja, ik denk het ook. Dus woensdag midden in de nacht, hou ik schil in de gaten. Dragon Lessig vraagt ook of we iets op 20 februari gaan doen. Een hele mooie vraag. Ja, we gaan denk ik gewoon chillen. Denk ik de hele dag. Ik denk dat wij gaan gamen of zo. Wat ga jij doen op 20 februari? Ja, gamen waarschijnlijk. Gamen en werken hier. Nieuws schrijven. Ja, zo'n beetje elke dag. Misschien om 12 uur nog iets van een persconferentie of zo ergens kijken. Ik denk het ook niet. Ik denk slechts slapen dan. Ja, precies. Dus, goed, ik heb Black Ops 2 gekocht, maar als ik hem opzet, blokkeert het spel. Daar kunnen we ook niet zoveel doen. Ja, daar heb je customer service voor. Gewoon even contact opnemen met de ontwikkelaar van het spel. Die kunnen je wel helpen waarschijnlijk. Ja, die hebben ze een helpdesk. En, of je moet even op het forum, op van XGN.nl/forum.
kun je even je vraag stellen en dan maak een print screen of zo. Want hij blokkeert, daar kan niemand iets mee. Ik denk ook de customer service iets gaat zeggen van, ja, oké, prima. Maar je moet echt wat details geven, Drago Lessig. Dat zou wel helpen. Elgbert Ruts vraagt of SimCity ook in het Nederlands te verkrijgen is. Ja, dat lijkt me wel nemelijk. We weten het niet, maar de vorige SimCity was ook in het Nederlands. Dus ja, waarom niet? Ik denk het wel. Zo'n grote game die zo breed ingestoken wordt dat het wel handig is om die ook te vertalen. Ja, zeker. Ja, Hi560, wat vinden jullie van Assassin's Creed 2? Ik vond het op zich wel de beste game in de serie. Weet je, want de 1 die viel eigenlijk toch tegen dat hij echt eentonig was en zo. Met 2 hadden ze echt heel goed gekeken naar wat de fans wouden. Ja. Hadden hem heel goed verbeterd. En daarnaast zwakte hij weer een beetje af op zich. Ja, maar eigenlijk was 1 was natuurlijk wel wat die hele franchise heeft gekenmerkt. Ja, voor die tijd hadden we nog nooit zoiets echt gezien. Ja. Dus dat vond ik wel vet. Maar 2 is denk ik wel de beste. Ja, qua gameplay en zo, zeker. En mooi setting met Ezio, Venetië en zo. Ja, dat was wel vet. Zeker. Colin van der Heijden dan, wat weten jullie allemaal van de nieuwe Star Trek game? Nou ja, waarschijnlijk komt hij dus in april uit. Hij komt in april uit. Hij zou co-op bevatten. Ziet er best wel vet uit als je naar de trailers kijkt. Beetje Gears. Het wordt een Gears-achtige spel. Ja. Ziet er goed uit. Het zal denk ik niet echt geweldig worden, maar gewoon een goede game. Ja, maar het is dus, er staat nog geen vaste release datum volgens mij. Het is gewoon april 2013 nu. Of hij ook in april komt, is even afwachten, maar... Ik denk het ook wel, ja. Er komen de laatste tijd heel veel screenshots en trailers en van alles, dus... Ja, kan dus een grote kans van wel. Ja. Hij vraagt zich ook af, komt er een vervolg op Just Cause 2? Waarschijnlijk komt hij wel. Ja. Er is al heel veel gehind door Avalanche Studios dat er een Just Cause vervolg aankomt. Ja. Want ze zeggen ook dat ze zich willen richten op de volgende generatie consoles. Dus je kan wel verwachten dat hij eraan komt. Ja, denk ik ook wel. Het is een grote kans dat ze die binnenkort gaan aankondigen als dus die consoles bekend zijn. Ik verwacht eigenlijk niet op woensdag al. Denk het ook. Het is niet echt een game die... op de E3, omdat ze natuurlijk ook op de Xbox willen komen. Ja, ik denk dat ze dat meer doen. En het is ook niet echt een titel die zo'n console-maker, of wat maar weer even te noemen, bij de persconferentie gaat laten zien. Zo groot is hij ook weer niet. Dus dat is even afwachten wanneer hij aangekondigd wordt, maar waarschijnlijk komt hij wel. Wat wel een titel om te laten zien is trouwens woensdag, is misschien een nieuwe Assassin's Creed, hè? Dat zou wel heel vet zijn. Dat zou best kunnen. Dat zou goed kunnen. Er komt nog dit jaar in uit, dus hij moet wel binnenkort worden aangekondigd. Ubisoft tegenwoordig best wel Sony-minded, dus misschien dat die een dealtje hebben gesloten van we doen een nieuwe Assassin's Creed 4 of zo op de persconferentie woensdag. En je weet dat waarschijnlijk Call of Duty weer Microsoft gaat steunen. Dus dat wordt dan altijd op de E3 pas. Ja, ja, denk ik wel. Denk het ook. Ik hoop dat ze nog een speciaal X-event gaan doen. Vroeger hadden ze X06 of zo. X06 was de laatste, denk ik. Okay. Elk jaar hadden ze een X-event en dan werd daar alles aangekondigd. Dat was heel vet. Maar dat doen ze altijd niet meer. Goed, dan had Colin nog een vraagje. Noor, wat wil hij nog meer weten? Hij wil nog weten, komt er nog een nieuwe Hitman? Er komt zeker een nieuwe Hitman, dat is al bevestigd. Ja. Maar hij wordt niet door IO Interactive ontwikkeld, maar door Square Enix Montreal. Ja. Verder is nog niet zoveel bekend, maar aangezien het een nieuwe studio is, zou hij wel iets anders worden dan de vorige games. Ja, maar ze willen natuurlijk ook weer niet te ver van hun roots af. Dus ja, precies. Dus ze gaan wat nieuwe dingen toevoegen waarschijnlijk, en zeker dat er één komt in ieder geval. Ik denk dat Hitman een franchise is die nooit stopt. Ik denk het ook. Dus, goed, stream dan. Ik heb nog een aantal dilemma's voor Noor, van jou dus. Ja. Om meer te weten te komen over zijn favoriete gameseries. Ja. Noor, ik ga ze even vertellen. Stream vraagt zich af, Call of Duty of Battlefield? Battlefield. Need for Speed Most Wanted, Forza Horizon? Need for Speed Most Wanted. Final Fantasy 13-2 of Mass Effect? Mass Effect. Uncharted of Zelda? Ik denk Uncharted, maar die is heel moeilijk. Moeilijke keuze. Ja. Oké. Okay. Uncharted, maar jij hebt helemaal geen PlayStation 3. Ik heb hem helemaal niet gespeeld. Dus aan gameplay en zo kan ik wel zien dat het een heel toffe game is. Ja, je hebt het vast wel eens een keer ergens aangeraakt, toch? Nee. Nog nooit? Jij hebt nog nooit Uncharted gespeeld. En jij kiest Uncharted boven Zelda. Ja. Dat is opvallend. Zelda is zeker cool, maar ik vind wel dat hij verouderd is van geen voice acting en zo. Ja. Daarom wil ik hem niet zo graag spelen. Oké. Vergeleken met Uncharted. Ja. Goed, oké, nou ja, dan weet je, ik hoop dat de stream nu wat meer van jou weet. En mocht je meer vragen hebben, stel ze volgende week. De Menno dan, wat zijn de beste action-adventure games van 2013? Er komen er een hoop. Tomb Raider, Bioshock, Watch Dogs, The Last of Us, Gears of War, Judgment, die trouwens gelekt is. Ja, klopt hè. Die kun je nu gewoon ergens downloaden. Blijkbaar wel. En
ze zijn er niet zo blij mee. De maat is van Gears of War. Dus je kan wel geband worden als je die aan het spelen bent. Ja, dus doe het niet. Doe het vooral niet. Koop hem in de winkel. Maar ja, veel action-adventure games. Natuurlijk, Tomb Raider is wel een van de... Ja, dat is toch wel echt action-adventure op zijn best. Komt volgende maand uit. Dus. Dat is gewoon een must-have voor de meeste gamers, ja, waarschijnlijk. Ja, Bioshock, action-adventure, ja, ook wel, hè. Ja, een beetje RPG, shooter, action adventure. Ja, Watch Dogs weten we nog niet zo gek veel van natuurlijk. Last of Us uitgesteld, dus dan moet je nog even wachten. Dat wordt waarschijnlijk augustus. Deze zomer. Ja, augustus dacht ik, hè. Zoiets. En ja, Gears of War Judgment vind ik dan zelf wat meer een shooter natuurlijk, maar... Ja, oké. Okay. Ja, dus echt de beste action adventure game, denk ik toch wel, Tomb Raider dit jaar. Precies. Ja, ja. De Gamer, kun je als Belg ook meedoen met prijs vragen? Ja, dat kan. Little Online, weten jullie wat het verschil is tussen drie verschillende SimCity edities in Nederland? Dat wil ik dat wel weet graag ik. Weten. Weet je dat? De Limited Edition heeft als extra's schurken en helden. Zo. Dat is een pakket waar je superhelden en schurken kan aanmaken in je stad. Ja. Ook is er een Digital Deluxe Edition. Mm-hmm. En die heeft een Franse, een Engelse en een Duitse stad die je kan gebruiken in het spel. En die heeft ook weer het schurken en heldenpakket. Oké. Dus je kan eigenlijk best voor de Digital Deluxe Edition gaan. Maar wat zijn die prijsverschillen ook hoog? Of is dat gewoon pre-order? Geen idee. Nee, oké. Goed, maar je hebt dus wel wat verschillende edities. Ja. En natuurlijk de normale editie. Dus ja, geinig dat je dat wil weten, Little Online. Je gaat waarschijnlijk dus de game in huis halen. Mogen we wel verwachten. Yep. De Menno dan. Wat vraagt hij zich af? Hij vraagt zich af, komt er een vervolg op Dishonored? Bethesda is heel blij met het verkopen van de vorige game. Ja. En die zegt ook dat het gewoon een franchise aan het worden is. Ja. Dus je kan wel een vervolg verwachten. Ja, ze hebben ook heel veel geld in die marketing gestopt. En die franchise staat nu, ja, die game staat nu op de kaart. Zeker. En volgens mij komen er nog twee pakketten DLC uit. Ja. Uitbreiding op het spel. Daarna komt er denk ik wel een vervolg uit. Ja, goed verkocht ook. Zeker. Nou, dat is een grote kans dat die misschien voor wordt die al aangekondigd dit jaar. Zou best kunnen. Ja, E3. Niet eerder. Ja. Nee, in ieder geval niet eerder. Nee, zeker niet. Fent Driver NL, die komt volgens mij van YouTube, of niet? Ja, van YouTube. Die vroeg zich nou, als je op YouTube zit trouwens, kun je hier abonneren op ons kanaal ergens. Moet je doen. Weten jullie al meer over Arma 3 of de systemen, nodigheden, release datum, et cetera? Is het niet zo heel bekend, hè, van Arma 3? Nee. Hij komt in 2013 uit. Ja, dat is het enige eigenlijk wat het systeembenodigdheden, die zijn misschien wel te vinden, maar die gaan we hier natuurlijk niet allemaal opnoemen. Nee, nou, ik denk het niet. Dus dat kan je wel opzoeken eigenlijk. Kleine kansen die al bekend zijn. Release datum dus 2013 voor nu. Dan waarschijnlijk. Het is even afwachten nog. En wat zal de verwachte beginprijs van de PlayStation 4 zijn? Het laatste gerucht is €350. Dat was in de Engelse The Times krant of zo. Ja, de Times, ken je toch wel, die krant? Nee. Ik ken de Times niet. Ik ken de New York Times natuurlijk. Okay. Dus is dat hetzelfde als de Engelse? Nee, dat is wel een andere krant. Maar ja, het is misschien wel een franchise, dat weet ik niet. Of het dus ervan afgeleid is. Maar het is in ieder geval een andere krant. Maar die zeggen dat betrouwbare bronnen dat hebben doorgegeven. Dus het zou niet zo die gasten die lullen vaak niet zo'n onzin natuurlijk. Maar ik vind het ook een goede prijs. €350 dollar of misschien €400. Ik zou €400 verwachten. Zo. Denk ik ook. Ja. Zou een mooie prijs zijn ook. Ja, zeker. Ja. Kane Yukar die vraagt, zal Metro Last Light nog steeds uitkomen nu THQ failliet is? Dat is een slechte vraag, mogen we wel zeggen. Ja. Nou ja, als je gewoon een beetje opgelet had, dan had je... Ja, dan weet je dat de studio van Metro Last Light nog steeds aan het ontwikkelen is. Ja. Die zijn gewoon overgenomen door Koch Media uit mijn hoofd. Ja, en klopt, die hebben genoeg geld om de game te financieren, dus hij zal nog altijd uitkomen. Ja. Waarschijnlijk in 2013. Ja, Koch is volgens mij is dat een Duits bedrijf en die publishen heel veel games en die hebben wat goede dingen gekocht van THQ ook, waaronder dus Metro Last Light. En die komt gewoon nog in 2013. Alleen die release, hij zou eerst in maart komen. Ja, dus die, hij is wel uitgesteld. Hij is uitgesteld, maar dat komt natuurlijk omdat dat hele proces moet overgenomen worden ineens door een ander bedrijf. Dus dat kost gewoon tijd, want die game is volgens mij praktisch af nu. Ja, ik denk het wel. Want in principe, als hij onder THQ was verschenen, had hij nog in maart uitgekomen. Ja, zeker. Dus goed. Nou, de Q&A Tuesday van aflevering 42 alweer van deze week zit op. Heel veel leuke vragen gehad. Ja, zeker. Volgende week weer een hoop nieuwe vragen hopelijk. Ook weer voor Noer. Dat is altijd leuk. Noer die beantwoordt graag vragen. Of voor Hugo of iemand anders van de redactie. Mag altijd. Je mag altijd over mensen vragen. Je kan ook eens keer vragen over onze nieuwe cameraman Daan. Die zit altijd weer trouw achter de camera om op te letten of alles wat goed gaat.
Hoi Daan. Maar nee, het was weer een leuke aflevering. In ieder geval veel leuke vragen. De paashaasjes gaan deze week nog om. En dan wachten we weer even anderhalve maand voordat we nieuwe kopen. Oké, goed. En tot volgende week. Tot volgende week.